Hoe belangrijk is het voor Groene Ster om de play-offs te halen in de Eredivisie? Ja, heel belangrijk. We hebben in het begin van de competitie hebben afspraken gemaakt en ja, hebben elkaar verteld dat we heel graag die play-offs in willen. En dat zal dan de eerste keer zijn in de geschiedenis van Groene Ster. En ja, vergeleken met de andere jaren is de competitie wat minder over het algemeen. En ja, het is gewoon nu of nooit. Ik denk dat Bassenburg de mooiste zaal is van Nederland. En met het meest supporters aantallen of toeschouwers aantallen. Dus ja, om in Bassenburg te spelen is wel het mooiste wat je als zaalvoetballer kan doen. Lastige vraag, maar moet ik toch wel kiezen voor Groene Ster, ook vanwege ja, sfeer en alles hier zo. Hakje, techniek is voor mij, is toch voor mij, ja, vind ik veel mooier dan, dan kracht. Panna, omdat ja, meestal krijgen daar ja, de mensen wel mee van de bank op de tribune, dus toch aan Panna. Mooie transfer in het buitenland. Liefst een warm landje. Ja, Italië of Spanje zou heel mooi zijn. Ja, allebei. Assist geven. Groen. Play-offs halen. Zit in de halve finale van de beker. Als we die zouden in de finale zouden kunnen komen, is dat ook een enorme prestatie. Dus we doen eigenlijk overal nog voor mee. Dat zou mooi zijn. Ja, ik denk dat het een spannende wedstrijd wordt, omdat het ja, kwalitatief zijn het gelijkwaardige teams, denk ik. En ja, het zal wel spannend zijn, omdat ja, het gaat natuurlijk om de play-offs. We strijden allebei om een ja, plekje in de play-offs. En ja, het voordeel dat wij hebben is dat we thuis spelen. En het zal zeker spannend worden, denk ik.